Ja, voor de vakantie zag je hoe ik mijn telefoon liet repareren. En het bracht me eigenlijk gelijk op een idee. Want omdat we tegenwoordig met z'n allen steeds meer gebogen voorover op een tablet of op een smartphone zitten, ontstaan er ook steeds meer klachten. Hoofdpijnen die van krampen in je nek komen, van klachten. Maar ook rugklachten, nekklachten, noem het maar op. Nou, daarom ben ik vandaag de gast bij fysiotherapiepraktijk Den Bosch. Ik heb een afspraak gemaakt met Marielle te Schuren. Zij gaat mij alles vertellen over die klachten, hoe die klachten ontstaan, wat je eraan kan doen. En belangrijkste ook wat dat ongeveer kost en hoe dat zit met verzekeringen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken, let goed op. En dan krijg je misschien nog van Marielle en van mij een aantal tips wat je kan doen tegen die klachten om ze misschien in de toekomst te voorkomen. Nou, ik sta hier bij Praktijk voor Fysiotherapie Den Bosch met Marielle ter Schuren, toch? Ja, dat klopt. Marielle ter Schuren. Dit is de Praktijk voor Fysiotherapie Den Bosch. En we geven hier van allerlei dingen. Een van de dingen die we ook geven is dus fysiotherapie, cesartherapie, lymfedrainage, massage, voedselreflex. We zijn sterk verbonden met de manueel arts en met een podotherapeut. Dus we zijn tamelijk allround hier. En mensen komen hier met hele diverse klachten. Zoals hoofdpijn, nek-schouderklachten. Eigenlijk alle klachten aan jouw bewegingsapparaat, die behandelen wij hier. Het grote verschil tussen bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een cesartherapeut is dat een cesartherapeut is met name gericht op houdingen en op beweging en op aansturing van bewegingen. En de fysiotherapeut is vooral gericht op waar zitten de klachten, welke gewrichten blokkeren, welke spieren zijn verzwakt, welke spieren zijn verkort. En die aanvulling tussen fysiotherapie en cesartherapie, dat maakt het wel hier heel uniek, vind ik. Zodat we dus heel makkelijk door kunnen gaan van de fysiotherapie naar de cesartherapie of de voedselreflex. Dan maken we een allround pakket voor iemand. En wat doet de fysiotherapeut dan? Hoe ziet zo'n behandeling eruit? Wij beginnen in, als je binnenkomt, je meldt je aan, meestal of via de mail of telefonisch. Dan maken wij een afspraak met je. Dan plannen we die in de agenda. Jij komt hier. Ik neem een interview met je af. Waarbij ik in het interview ga vragen van waar zitten de klachten. En hoe lang heb je klachten. En wat de oorzaak is. Ik ga samen met jou kijken. Nou, wat is er nu precies aan de hand? En waarom? In welke richting moeten we denken voor de klachten? Vervolgens vraag ik of ik het mag zien. En doe ik een lichamelijk onderzoek waarin ik ga kijken welke bewegingen wel werken, welke bewegingen minder werken. Waar de pijn zit, hoe ik de pijn kan opwekken, welke spieren stijf zijn, welke spieren soepel zijn. Als het nodig is, doe ik een neurologisch onderzoek met reflexen en spierkracht en testen en dat soort zaken. In mijn gedachten maak ik daar een plaatje van. Als ik klaar ben met het onderzoek, dan bespreek ik dat met jou. Dan zeg ik, nou, mijn idee is dit en dit en dit erover, daar en daar en daarom, enzovoort. Samen met dus, ik maak een combinatie van het vraaggesprek wat we eerst hebben, in combinatie met het onderzoek wat we gedaan hebben. Nou, daaruit filtreren we wat we denken dat het voor jou essentieel is. Dan maken we samen een op jou gericht oefenprogramma. Waarin ik een voorstel doe, zeg van nou, ik lijkt me slim dat we een stukje pijndemping doen, bijvoorbeeld een stukje spierlengte, een stukje spierkracht, een stukje coördinatie. Ik wil dat graag op die manier met je doen. Zie je dat zitten of heb je er nog vragen over, enzovoort, enzovoort. Dan maken we dus een plan van aanpak voor jou en dan starten we. Of het zij in dezelfde ronde. Of ik maak een vervolgafspraak en dan gaan we beginnen met de behandeling die we samen hebben, die ik heb voorgesteld. En waar jij zegt, oh ja, lijkt me wel een goed plan. Wat zijn nou de meest voorkomende klachten hier? Hier werk ik heel veel met nek-schouderklachten, armklachten, hoofdpijn, rugklachten en knieklachten. Dat zijn eigenlijk wel mijn grootste drie items die ik hier behandel. Wat kan je mensen voor tips geven voor die meest voorkomende klachten waar misschien iedereen wel eens een keer last van heeft? Het handigste is om bijvoorbeeld te denken dat je wat rechterop moet gaan en dat je hoofd niet naar voren moet steken, maar boven je schouders houdt. En ik zeg tegen mensen altijd, hou je jas maar aan. En dat wil zeggen, dit vind ik jas uit
En dit geeft het gevoel van je jas aan, dus je schouders wat meer naar achter houden. Mensen laten heel gauw, en vooral als ze achter een computer zitten, hebben ze de neiging om zo in elkaar te zitten. Onderuitgezakt een beetje. Ja, en of onderuitgezakt zo, dus het is helemaal fijn zo. Terwijl ik zeg, nee, probeer maar rechtop te zitten en probeer je schouders maar wat naar achteren te houden en wat laag te houden. En je hoofd boven je, ook je hoofd boven je schouders te houden. En je gaf het dus straks al eventjes aan dat je of via een doorverwijzing, maar in principe ook zelf gewoon binnen kan lopen bij de fysiotherapeut, in ieder geval hier. Maar hoe zit het nou met de kosten? Het wordt in principe vergoed door de ziektekosten of door de zorgverzekeraars, mits je aanvullend verzekerd bent. Als je basisverzekerd... Zit niet in het basispakket? Nee. Vroeger zat het in het basispakket, we zitten nu niet meer in het basispakket. In het basispakket zitten volgens mij alleen ziekenhuis en arts en... apotheek, dat weet ik niet zeker, medicijnen denk ik zo. Maar wij zitten dus niet meer in het basispakket. Dus op het moment dat je dus alleen een basispakket hebt, dan komen de kosten voor je eigen rekening. Tot slot, wat zijn je openingstijden? Mijn openingstijden? Ik begin altijd om 8:30 en ik werk zo lang als nodig is. Het liefste tot begin in de avond en niet tot heel laat in de avond. Dus ik probeer, mijn streven is om 7:00 te stoppen. Maar als het nodig is, dan werk ik ook nog door. Dus voor noodgevallen kunnen ze ook bij jou terecht? Ja, voor noodgeval mag je ook bij mij terecht. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Leuk.